Vandaag in Kunstzinnig Tijd zijn we te gast bij Floor de Wit, keramist. Floor, bedankt dat we mogen komen bij je. Leuk. Ja. Wat is een keramist? Dat is iemand die dingen maakt van klei. Ik zal het straks laten zien. Ja, ja, we gaan zo eens kijken. Heb je dit altijd al gedaan? Ik heb wel al mijn hele leven vanaf de middelbare school met klei gewerkt. Ja, en ik heb op de kunstacademie gezeten. Toen heb ik een overstap gemaakt, ben ik verpleegkundige geworden. Heel ander vak, ja. Maar ik wilde in die tijd, toen ik jong was, ik wilde iets praktisch. Ik wilde mijn geld verdienen, een vak leren. Ja. En zo ben ik heel iets anders gaan doen toen. Maar je blijft natuurlijk altijd, ja, het creatieve blijft. Dus, en ik ben ook een opleiding in Gouda gaan volgen, keramiekopleiding, waar je dus echt heel ambachtelijk leert hoe het allemaal moet. Dat vond ik heel leuk. Dus dat je heel veel technieken aangereikt krijgt. En uiteindelijk ben ik daar op mijn hele eigen wijze mee doorgegaan. Ja, want alles ademt hier keramiek, ja, uit. Ja, ik denk zelfs de kopjes. Ja. Met een schitterende kleur. Is dat een speciaal soort glazuur? Ja, ja. En ook uit een speciale gasoven gestookt. Die ga ik straks ook laten zien. Een gasoven, oké. Okay, ja, ja, ja. En ja, dat geeft een hele mooie warme gloed met verschillende kleuren. Het heeft een beetje roestkleur. Ja, ja. Er zit veel ijzer in, inderdaad. Oh ja, 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 ja. Dit voelt heel stevig. Ja. Ik zie andere dingen hier op tafel. Die er mijns inziens heel kwetsbaar uitzien. Ja. Klopt, hè? Nog wel. Is dat dan een ander soort klei of een ander bakproces? Nou, de dingen die ik van porselein maak, maak ik heel dun. En als ze uiteindelijk helemaal klaar zijn, zijn ze wel stevig. En maar wel doorschijnend, doordat ik het zo dun mogelijk probeer te maken. Ja. Mag ik er eentje pakken? Ja. Oeh, dat voelt heel licht. Ja, het is nog helemaal poreus, want het is één keer gebakken. Ja. Dus het is nog helemaal niet klaar. En hoe kom je aan die ribbeltjes dan? Dat ga ik ook laten zien. Ik heb deze voorbereid en ik vond het leuk. Ik denk, dan kan ik ook echt iets laten zien hoe ik ermee bezig ben. Oh, dat wil ik heel graag zo zien. Ja. En de oven, de gasoven zei je? Ja. Nou, die wil ik zo ook heel graag zien. Ja. Zijn er nog andere soorten ovens? Ja, dus ik heb ook een elektrische oven. Die werkt alleen maar met de hitte. En die stel ik in met een computertje. En dan doet hij zijn ding van begin tot eind. En dan kan ik hem gewoon inpakken, aanzetten en de volgende dag openmaken. Zullen we eens gaan kijken hoe je dit papier eraf haalt? Ja. Want je hebt iets klaar liggen. Ja, ik heb iets voorbereid. Okay. Ik heb dit voorbereid om te laten zien hoe het in zijn werk gaat. Ik heb, dit is mijn materiaal. Dat is modder. Modder? Het is wel wit. Eigenlijk, hè? Een soort modder is het. En dat maak ik van porseleinklei en papiervezel. Totdat ik vind dat het een goede substantie is. Hij is nu lekker dikker. En dan... Lekker, hè? Ja, ja. Je maskertje meemaken. Heerlijk om mee te spelen, ja. Nou, dit heb ik voorbereid. Dat is een stuk karton dat ik uit een winkel heb meegekregen. Dat zie ik dan. En een... Uit fruit? Ja, dit is, dit is een IKEA ding. Ja, ja, ja. En die, ja, die zitten allemaal om potten. En toen zei ik, mag ik dat meenemen? Nou, de hele stapel meegenomen. Ja. En denk, oh, heerlijk, kan ik weer lekker... Maar proberen, zeg maar. Ja. En dit smeer ik helemaal in met klei, met porseleinmodder, zeg maar. Ja. En dan, die heb ik even gemaakt. Dat ziet er zo uit. Oh, ja, 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 ja. Ja. Kan het ook misgaan? Ja, dit is heel dun, breekt zo af. Oh ja. En ik heb het bovenste laagje had ik al een beetje losgehaald. Ja. Zo. Oh, dus zo kom je aan de structuur. Ik ben nou een beetje...
daar zijn we bijna helemaal. Oh. En dan is het afwachten of hij hem nog heeft. Mag ik eens voelen? Ja. Oh, hij is natuurlijk nog niet gebakken. Dus nee. Dat voel je. Hij is nog een beetje koel van de nattigheid. Ja, ja. En deze gaat dus, ik heb dus hierbij voor gekozen om er een rand op te maken. Dan maakt het ook steviger, want heel vaak, hier is het zo dun, ja. dat hij in de oven dan scheurtjes gaat vertonen. Juist op die hele dunne plekjes. Ja. Ik heb meer van deze dingen gezien in je atelier. Ja. Schitterende lampjes. Ja. Wil je die eens even laten zien? Ja. Floor. Jij zegt, we hebben hier meerdere doorschijnende materialen. Ja. Als ik dit zie, kan ik me bijna niet voorstellen dat licht door klei kan schijnen. Nou, porselein dus wel. Ja, kan je het laten zien? Ja, ik zal even de lampjes aandoen. Oh, wat schitterend. Ja, dit is de ribbelkarton waar ik dan de klei mee insmeer, zeg maar. Ja. En dan vorm ik ze in een soort cilindervormen. Waar ik af en toe deukjes in zet. En dit is een deksel van een vriesvak. Weet je, daar zitten allemaal van die plastic. En die heb ik dus, daar maak ik dan een gipsplaat voor, variant op. Hè. En dan, een soort mal? Ja. Ja. Maar hoe krijg je in vredesnaam die fittingen erin? Breekt het dan niet? Nee, dat moet ik dan maar uitsnijden. Op het moment dat de klei nog zacht genoeg is, zeg maar. Oh ja, ja. Papier, hè, waar ik dan mee bezig ben, papier met klei, heb ik ook deze vorm, was ik op een gegeven moment, ontdekte ik in de supermarkt. Ja, ja. Als vorm, zeg maar. Dus dan kijk ik er op een heel andere manier naar. Ja. Dan vertaal ik het in mijn hoofd al naar klei, zeg maar. Deze? Ja, daar komt dan uiteindelijk dit uit voort, zeg maar. Dit dan, hier beneden. Dit is een vorm die opgebouwd is uit allemaal plaatjes klei. Dus ik heb één heel groot pakket gemaakt van klei. Hier heb ik gebruik gemaakt van riet. En dan heb ik heb ik een pak riet mee naar huis genomen. En die heb ik dus ook met die modder ingesmeerd. Helemaal ingepakt. En had ik dus zo'n pak. En ook vanuit het gevoel van als ik die dan stook. Hè, dan wordt het een poreus zoals dit. En opengeknakt. En kwam dit eruit. En dan is het beeld al af voor mij. Dan ben ik al zo verrast van de kleuren. En dat het dan aan de binnenkant nog echt dat... Dat verbrande en die verbrande rietstukjes er nog in. En dan, hier is het dus helemaal weg? Ja, ja. Jij heeft de meeste hitte gehad, hè, aan de buitenkant. Eerst een beeld maken, dan in de oven zetten. Nee. Maar eerst een massa maken. En dan, als het uit de oven komt, dan bewerken, zeg maar. Ja, ja. Tot een interessant beeld. Waar ik op dit moment... gefascineerd door ben, is door stukjes vermolmd hout. Gewoon houtsnippers. Ja. Oh, dat is best wel grof. Ja, dat vind ik ook het spannende. Er zitten grove stukken in en minder grove stukken. Ja. En dat ga ik dus ook weer met de klei combineren. Oké, dus je gaat ook weer een homp klei zo, daar ga je het in kneden. Ja, ja. En dan ga je het stoken. Ik ga het met die modder proberen. Ik moet dan verschillende methoden proberen. Ja. En dan, of het wordt weer een... Ja, ik moet nog helemaal bedenken wat het wordt, maar hier word ik dus... Ja, daar krijg ik zin van om te kleien. Ja, ja, ja. Snap je de verrassing? Ja, ja. Heb je ook wel eens verrassingen qua kleur? Dat je een pigmenten opsmeert en dat je denkt, deel alles uit? Ja, dat is ook het laatste proces. Als je naar het glazuren gaat, daar is zoveel mogelijk ook weer. En wat wel leuk is... dit zijn allemaal proefjes. Hè? Dat laat ik ook allemaal staan, zodat ik dat af en toe eens even kan pakken. Ja. En wat wel leuk is deze proefbakjes. Ja. Die heb ik dus in de gasoven gestookt, deze. Ja. En deze heb ik in de elektrische oven gedaan. En het zijn dezelfde glazuren op dezelfde manier aangebracht op dezelfde body, zeg maar. Hè? Ja. Porselein. Ja. En dan
is dit het verschil? Even kijken hoor. Dat is totaal anders. Als je keramist bent, dan ben je afhankelijk van de oven. Je hebt wel altijd het moment dat je de oven openmaakt, is altijd spannend. Zullen we bij de oven gaan kijken? Ja, ja. Dit is mijn gasoventje. Als ik die ga gebruiken, dan trek ik hem hier onder de overkapping uit. Want hier komt straks het vuur uit, dus dan moet je niet bij al dat hout hebben. Dus die trek ik weg en dan komt de gasfles erbij. Die sluit ik hierop aan. En dan komt hier het gas, de vlam, naar binnen. En hier wordt de temperatuur gemeten. Dat is dit ding, een pyrometer. En dan kan ik hier bijhouden hoe de temperatuur oploopt. Omdat het belangrijk is dat het gelijkmatig gaat. Nou, dat is wel arbeidsintensief. Ja, dan ben ik 6 uur aan het stoken. En dat moet ik echt bijhouden per half uur. Ik ben dus continu, dan ben ik in mijn atelier bezig. En ondertussen is mijn oven aan en moet ik continu...